De Maastunnel is nu ruim een half jaar dicht. We hielden een enquête onder ons publiek om te kijken hoeveel last mensen hier nou eigenlijk van hebben. 1/3 van de mensen gaf aan dat ze een half uur of meer langer onderweg zijn. Nog eens 1/3 geeft aan een kwartier tot een half uur extra kwijt te zijn. En dat is fors. Toch kiezen er mensen er niet massaal voor om met de fiets of het OV te gaan. Wij spraken een aantal reizigers in de vrijdagavondspits. 80% van de ruim 2000 ondervraagden kiest voor de auto. En maar weinig mensen stappen op de fiets of in de bus. Verder lukt het maar een kleine groep om de spits te mijden door thuis of op andere tijden te werken. 1/3 zegt meer dan een half uur per dag aan extra reistijd kwijt te zijn. 1/3 zit een kwartier tot een half uur langer in de auto. En eenzelfde groep is minder dan een kwartier kwijt. Wat merken jullie van de afsluiting van de Maastunnel? Ja, de ene kant is het een klein beetje vervelend, maar het moet een keer gedaan worden. Schrikkelijk, ja, verschrikkelijk als je uit je werk komt. Ja? Het is niet leuk. Hoeveel extra tijd kost het je? Gemiddeld, zeker 20 minuten tot een half uur. Ja, dagelijks. Nou, ik denk wel een kwartiertje, 20 minuutjes sowieso. Ja, dat scheelt mij toch wel meer dan een half uur. En wat betekent dat dan? Irritatie. Heel veel irritatie. Ja. Ik denk zo'n half uur. Wel eens nagedacht over alternatieven? Heel eerlijk, nee. Ik ben een beetje van het gemak, mijn eigen routetje. Dus liever de stress van extra tijd dan met de bus bijvoorbeeld? Eigenlijk wel, ja. Bus vind ik niks. Openbaar vervoer? Jawel, maar ja, als je met een werkbus zit die je weer nodig hebt, ja, dan gaat dat niet. Nee, niet voor mij. Niet naar Den Bommel. Doei! Ja, maar ja, dat is vanuit Bergen op Zoom toch nog wel wat verder. Dus je sluit gewoon aan in de rij? Ja, eigenlijk wel. Want als je kijkt naar de Erasmus, naar de Willemsbrug, staat er ook heel vaak +10. Dus qua tijd maakt het niet heel veel uit, denk ik. En alternatieven? Je zou ook nog met de bus kunnen of met de fiets? Ja, maar dan moet ik... Ik woon in Spijkenisse, dus dan moet ik weer de metro pakken en de fiets. Dus ik ga voor lekker warm in de auto. Nou, de klep gaat open, want dit is natuurlijk ook een mogelijkheid. Ja. Niet in de file staan, maar met je fiets door de tunnel... En je auto aan de andere kant zetten. Ja. En dan je fiets binnen zetten. Ja. Het scheelt heel veel tijd. Want nu de Maastunnel dicht is, wil iedereen over de Maasboulevard of over de Erasmusbrug. En dat veroorzaakt grote opstoppingen natuurlijk. Hoeveel tijd scheelt het u, denk ik? Nou, zeker een half uur. Dat past precies. Zo, goede terugreis. Ja, dankjewel.